Jullie zijn toch Tim en Erik? Ja. Ik heb gehoord dat jullie de allercoolste jongens ooit zijn. Ja. Wow. Tim. Tim, ik had het nooit moeten uitmaken. Wil je weer verkering? Ja. Super. Hier, mijn knapste vriendin. Het lijkt mij heel erg leuk als je haar tiet aanraakt. Oké. Erik, jij mag ook. Ik besef nu pas dat vriendschap belangrijker is dan liefde. Oké, vet. Hier, Tim en Erik! Een pannenkoek patampizza! Ja, maar ik mag helemaal geen snelle koolhydraten van mijn moeder. Jawel, dat mag wel! Mam, wat doe je op mijn school? Ga weg! Alsjeblieft, jongens, jullie huiswerk. Jullie zijn super gaaf. Jullie mogen me slaan. Hey jongens, hier is 100.000 miljoen euro voor jullie geweldige speech tijdens de begrafenis van meneer Heydrich. Want ja, die is dus dood. Ik herken heel veel van mezelf in jullie jongens. Jullie hebben gewoon te veel swag. En daarom krijgen jullie van mij voor het hele jaar alleen maar tienen. Hier, kijk eens, je nieuwe rooster. Wow, alleen maar gym. Daarom moeten we blijven zitten. Een tas om. Ah, school. Heb jij nou boeken in die tas? Ja. Hé, hey, we blijven zitten, Tim. Hier, ontspan. Kom. Hoezo lopen we aan het Ik dacht dat jij dat wilde. Nee, ik wilde je tas aannemen. Oh, dat is lief van je. Ja. Die heb je voorlopig niet meer nodig. Nou, ik kreeg een briefje dat er iets in mijn postvak ligt en dat het van levensbelang is. Dus dat ik nu moest komen, dus ik... Dit is de lerarenkamer. Ja. Die is alleen voor leraar. Ja, ik ben toch een leraar? Oh ja? Ik ken alle leraren, maar jou ken ik helemaal niet, jongen. Ja. Ik ben Bartel Jaap. Je hebt me vorige week nog laten struikelen. Ik geef wiskunde. Oh ja? Geef jij wiskunde? Hoeveel is dan 20.489 maal 30.445? Nee! 623.787.605. Ja, dat klopt toch? Ja, dat weet ik toch niet. Ik ben geen wiskunde leraar, ik ben een Duits leraar. Kan het niet controleren? Schade. Ja, mag ik alsjeblieft even door, meneer Heydrich? Want het... Wat erg. Een leraar zal nood smeken. Een leraar zal bevelen.
Laat me erdoor. Nu. Hup. Maar een ene leraar kan een andere leraar niet bevelen. Ja, maar dat doe jij ook de hele tijd bij mij. Tim, Erik, ik zie dat jullie weer precies 0 boeken bij je hebben. Ja, we hadden wel boeken in mijn tas, maar die is even kwijt. Wil je blijven zitten of zo? Wil je blijven zitten? Ja, ja. Ja, we staan er gewoon heel slecht voor en we moeten nog te veel doen om het nu te halen. Ja, het is hier gewoon fucking gruwelijk, man. Ja, snap ik, deze school, man. Ja, weet je dat ik hier trouwens mijn eerste meisje heb... Heeft u hier ook op school gezeten? Nee, 4 jaar geleden. Cora van de koffie. De moeder. Nee, sinds papa hier de game runt is het... Als vliegen op een hoop stond, hoor. Hé, hey, vrouwtjes, hè? Ja, ja. Oh ja, ik heb mevrouw Specter uitgebonsjoerd. Kunst is heilig, hoor, maar wat die chick met haar vak uitvoerde... Nou, dat was vrouwenterend. Nee, dat kon niet. Nee, ik heb mevrouw Bonen aangenomen. Nieuw docenten. Totaal andere figuur. Vooruit, pak je tas en naar de les. Ja, maar mijn tas die ligt op het dak. Op het dak? Nou, daar is nog nooit iemand levend van afgekomen. Nou, dan maar naar de bieb. Nieuwe set kopen, hè? Ja, we zijn heel arm, meneer Hulst. We zijn moe, meneer Hulst. We willen gewoon chillen. Chillen? Dat doe je maar in de les van Bartel Jaap. Ik weet wat voor jullie. Ga maar even bij Tony langs. Die heeft wel wat klusjes voor jullie te doen. Dag, we gaan toch niet naar Tony? Prima. Dan zie je me morgenochtend weer achter het fornuis van je moeder. In mijn blote reet en ei bakken. Hey jongens, hebben jullie misschien een eurootje voor me? Hey. Hebben jullie dan misschien een wc-papier voor me? Hier, vang het, Tony. Bill afvegen met je. We hebben een ongelukje gehad. Dat is mijn verjaardag. Hey jongens. Alles goed mee. Wat kan ik voor jullie doen? Nou, we blijven zitten, dus we mogen de les niet meer doen. Ik ben vroeger ook blijven zitten. Moet je me nou eens zien? Kun je hem even een schone broek aangeven? En we willen je natuurlijk ook niet ophouden op zo'n mooie dag als vandaag. Een hele mooie dag. Mijn jaren. Ja, elke dag is jouw verjaardag, Tony. Nou, ja, dan gaan we maar, toch? Fuck. Hij is echt jarig vandaag. Ja, nou, we mogen naar huis. Ja, maar we kunnen hem toch niet zo achterlaten. Kijk hem nou op zijn verjaardag. Maximaal 3 jaar zal Tony leven, deze dokter. Maximaal... Tony, gefeliciteerd met je verjaardag. Wij gaan hem onvergetelijk maken. Lars, het spijt me. Van alles. Ik weet niet wat er met me aan de hand was, maar... Ik besef nu pas hoe dom ik was. Ik heb je beledigd. Ik heb je voor aap uitgemaakt. Ik heb je homo-ouders beledigd. Ik heb geprobeerd om je te reinigen met bleek. En nee, ik...
had je nooit in de wasmachine mogen doen. En al helemaal niet het lange programma. Ik bedoel, die 2,5 uur hadden je dood kunnen worden. Ja. Je ruikt in ieder geval heerlijk. Dank je. Spijt me, lieve jongen. Moet je nu al niet van mij denken. Het is goed, Victor. Dank je wel. Sorry, wacht. Hier, Blikkie. Victor, je begrijpt volgens mij echt niet. Nee, wacht, ik wist dat je dit ging zeggen. Kijk, schaafijs. Nee, kijk maar. Hardloopschoenen. Nee. Bas. Wel van Quentin. Hij is bokkig. Broodje kaas met kappertjes, dille en citroen. Broodje ham met kappertjes, dille en citroen. We moeten trakteren, dus kleine hapjes. Blokjes kaas met kappertjes, dille en citroen. Plakjes leverworst met kappertjes, dille en citroen. Doe maar snoep. Dropveters met kappertjes, dille en citroen. Heb je iets zonder kappertjes, dille en citroen? Jazeker, de zalm. Ja, doe dat dan maar. Natuurlijk, dat is dan 12,50. Alakiri, doe even wat zalm. Ik heb alleen 5 euro, heb jij nog wat? Ik heb nog voor mijn vakantie met Marietje en de ouders thuis geld dat op 2 euro lijkt. Ja, pak. Hodo, zamonde. Mag ik er eentje bewaren? Hey, shit. Harakiri, ik had gevraagd om zalm en dit is tonijn. Harakiri, nee! Kak. Pokken. Is toch zalm. Halli! Nein, kein Hitler! Ik haat Hitler! Hä? Denn natürlich, der heeft Hitler umgebracht! Naja, gut. Gut gemacht, Bube. Deze techniek is typisch abstract-expressionistisch. Ik vind het een heerlijke techniek om te gebruiken. Ik kan er helemaal mijn ei in kwijt. Je kunt het natuurlijk alleen doen, maar het is hartstikke gezellig om het met een groep vriendinnen te doen. In plaats van zo'n gaye high tea. We hebben de dunne kwastjes die je kunt gebruiken voor de details. Maar het is natuurlijk hartstikke lekker om met zo'n dikker te kliederen. Bekkenbodemspieren effectief te gebruiken. En als alles goed gaat, ontstaat er een geweldige samenwerking tussen die kwast en de eierstokken. Goed, jullie hebben allemaal je eigen kwastje. Samira, over jouw vader heb ik heel veel gehoord. Voor jou heb ik deze. Hé, hey, mevrouw Bonen, ik ben jarig! Het is de bedoeling dat je de zalm in de vla doopt en dan je neus dichtknijpt en doorslikt. Nee, Marietje mag geen zalm. Ze is allergisch. Oh, Timmy, dat je dat hebt onthouden. Ja.
Tim en Erik willen ook meedoen. Echt waar, jongens, wat leuk. What the fuck, Tony? Je zat niet meer lekker. Altijd veilig-vrij, jongens. Zeker als je het met tandeloze Tini doet. Ik ben er klaar mee, we dumpen hem. Het is mooi geweest. Nee, jullie hebben beloofd. Gatser, gatser. Ja, Tony, hier, neem maar lekker mee. Ja. Het is je verjaardag. Nee, neem maar, neem maar. Neem maar, Tony. Ja. Juist. Mooi, we gaan. Ja. Fuck. We hebben Tony vermoord. Ja, nu moeten we een mond-to-mond beademing geven. Niet doen. Ja, dag. Ik ga toch niet aan die gore bek van Tony. Het kan helemaal niet. Ik heb een vriendin. Fuck. Ik had een vriendin. Hey, ik was bijna dood. Het is een topjarig, jongens. Hey, dankjewel. Je mag gaan. Zoals je weet, zit ik vandaag aan de hele dag ziek thuis. Daarom kan ik helaas dit nieuwe meisje niet rondleiden vandaag op school. Hassio, zou jij deze taak bitte voor mij willen overnemen? Oh, wat doet mijn hoofd toch zeer. Dankjewel, lieve Grüßchen van Herr Heydrich. Hoi Tim, ik ben de vader van Marietje. Je was een waardeloze schoonzoon. Hey Timmy. Hoe was het vandaag? Het was lief van je dat je Tony ging helpen. Hoe dan ook, ik heb je gemist. En ik weet wel dat ik zei dat je een kleuter was en zo, maar je bent wel mijn kleuter. Wat ik eigenlijk wel wil, kom je aan die koortslip. Ik heb met iemand anders gezoend. Ik heb niet met iemand anders gezoend. Ga je nou mijn vader nadoen? Nee, Marietje, wacht. Luister, vandaag was de eerste schooldag zonder jou en het was de allerergste schooldag ooit, oké? Okay? Echt. Heb je nou zalm aan je hand? Oh, shit, sorry. Je allergie, sorry. Fiets kopen. Tony, wat doe jij? Dat is mijn fiets. Nee, dat is van mij. €5 mag je hem hebben. €5?
Ik heb geen 5 euro. Ik heb allemaal uitgegeven voor de lekkers voor je verjaardag. Wat? 5 euro? Alsjeblieft. Huh? Vind je het toch lekker zo? Ik heb je gezien bij tekenen. Ja, vinden ze lekker. DJ, fuck, 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 DJ, fuck, fuck, fuck. Tim? Ja? Is dit jouw rugzak? Uh-huh. Dankjewel, Eddie. Hey jongens. Dit is Comfort. Ze is nieuw. Ik leid er even rond. Hoi, Comfort. Hoi, Comfort. Ze spreekt weer niet zo goed Nederlands, denk ik. Ze komt uit Thailand. Hier. Victor, alsjeblieft, nu niet. Nee, wacht, wacht. Dit kun je echt waarderen. Nee, Victor, ik ben helemaal klaar met jou. Ga gewoon weg, weg mee. Ik heb gewoon met jou. Sorry, Lars, voor alles. Ik voel jou. Ik voel je.